De bekende volkszanger uit Arnhem, Stevie Poppinghaus, 41, kwam afgelopen vrijdag bijna om het leven toen de auto waarin hij zat, een Porsche, moest uitwijken voor een spookrijder en tegen de vangrail botste. In een interview met Hart van Nederland deelt Poppinghaus zijn schokkende ervaring en benadrukt hij dat hij een engeltje op zijn schouder had. De zanger is dankbaar voor de chauffeur en beseft hoe anders het had kunnen aflopen. De spookrijder, een 57-jarige man uit Almere, ontkwam in eerste instantie maar werd later zonder benzine aangetroffen in de Karstraat. Ondanks verward gedrag is de man niet aangehouden, maar is zijn rijbewijs ingevorderd. Stevie Poppinghaus, geboren en getogen in Arnhem, is een bekende naam in de regio, vooral bekend van zijn hit Witte Tjabo. Als fan van voetbalclub Vitesse treedt hij graag op in geel-zwarte shirts, verwijzend naar de Arnhemse vereniging.